Om Pokécoins te verdienen in Pokémon Go zijn gyms de belangrijkste bron van inkomsten. En om zoveel mogelijk Pokécoins te verdienen is een goede Gym Defender natuurlijk heel erg belangrijk. Daarom behandel ik in de video van vandaag 5 van de beste Gym Defenders die zijn te krijgen in Pokémon Go. Heb ik een Gym Defender gemist? Drop hem dan natuurlijk vooral in de comments aan het einde van de video. Laten we heel snel beginnen met wat extra informatie en daarna doorgaan naar de top 5. Want voordat we de specifieke Gym Defenders gaan bespreken, moeten we eerst het Pokécoin systeem in Pokémon Go bespreken. Pokécoins in Pokémon Go kunnen gebruikt worden in de in-game store voor het kopen van een heleboel nuttige dingen zoals raidpassen, incubators, super incubators, star pieces, lucky eggs en natuurlijk uitbreidingen voor de Pokémon storage en voor jouw backspace zodat je extra items mee kunt dragen. In totaal kun je per 24 uur maximaal 50 Pokécoins verdienen in een gym, hoeveel Pokémon je ook in gyms hebt. Elke Pokémon die uit een gym komt nadat jij 50 coins hebt verdiend, zal helaas niks meer meenemen. Voor elke 10 minuten die een Pokémon in een gym zit, brengt die 1 Pokécoin mee terug. Dat betekent dat om de 50 Pokécoins te halen, een Pokémon dus 500 minuten, oftewel 8 uur en 20 minuten, in een gym moet hebben gezeten. Je kunt ook proberen om coins te verdienen met meerdere Pokémon, want je kunt in totaal 20 Pokémon achterlaten in gyms. En door die Pokémon te spreiden, maak je de kans groter dat zelfs als een Pokémon uit de gym wordt gezet, voordat de 500 minuten voorbij zijn, dat andere Pokémon nog wel meer coins meenemen, of dat je dus met alle Pokémon samen op de 500 minuten komt en zo dus die max van 50 Pokécoins per dag haalt. Om Pokécoins te verdienen zal een Pokémon dus een flink aantal uur in een gym moeten blijven zitten. En uiteindelijk is het wel zo dat iemand die een gym echt wil overnemen, dat uiteindelijk ook zal lukken. Maar er zijn wel dingen die je kunt doen om het zo moeilijk mogelijk te maken voor een gym attacker om die Pokémon uit de gym te halen. En dat is ook wat je uiteindelijk wil, want een goede Gym Defender moet ervoor zorgen dat een aanvaller zoveel mogelijk tijd kwijt is aan het veroveren van de gym. Want kost zoiets een aanvaller te veel tijd, dan is de kans heel groot dat hij toch zal besluiten om door te lopen en jouw Pokémon weer met rust laat. Wil je die kans nou zo klein mogelijk hebben? Check dan de video bovenin voor de beste gym attackers in Pokémon Go. Maar daar gaan wij het nu niet over hebben. We gaan ons focussen op de beste gym defenders. Hiervoor gaan we ons focussen op Pokémon met een hoge HP-staat en een hoge defense-staat. Want een hoge HP-staat betekent dat een Pokémon heel veel klappen kan verduren en een hoge defense-staat betekent dat aanvallen minder schade toerichten. Dus een combinatie van die twee is het meest ideaal, omdat een Pokémon dan veel aanvallen kan hebben omdat hij veel HP heeft en de aanvallen richten minder schade aan vanwege de hoogte defense. Eigenlijk hebben alle Pokémon op deze lijst of een hoge attack of een hoge HP staat of een combinatie van die twee. Op nummer 1, het zal niemand verbazen, staat Blissey. Ik denk dat Blissey de Gym Defender bij uitstek is. Het is een Pokémon die je ook heel erg veel in gyms ziet. De defense van Blissey is niet super hoog. Die is namelijk 169. Maar de stamina, die is dan wel weer super. Die is 496. Wat betekent dat je heel veel aanvallen nodig hebt om Blissey's HP uiteindelijk naar 0 te krijgen. Want Blissey heeft gewoon ontzettend veel HP. Daarbij kun je Blissey Dazzling Gleam en of Psychic leren, want die aanvallen zijn super effectief op de fighters die veel mensen dan weer gebruiken om Blissey's uit gyms te krijgen. Op nummer 2 staat Slaking en dat is voor mij een beetje een controversiële keuze. Slaking heeft namelijk 290 attack, wat betekent dat hij vrij veel schade aan kan richten, 166 defense en 284 stamina. Vanwege de hoge attack van Slaking heeft hij een heel hoog CP en dat kan mensen misschien afschrikken. Voor de rest ben ik zelf geen grote fan van Slaking als ik ook Blissey kan gebruiken, omdat Slakings aanvallen qua charge moves heel goed zijn, maar zijn fast moves richten eigenlijk geen schade aan. Wat betekent dat als je de charge moves ontwijkt, dat Slaking geen super moeilijke Pokémon is om te verslaan. Maar je ziet hem veel. Veel mensen gebruiken hem wel, dus ik vond dat hij niet kon ontbreken op deze lijst. Op nummer 3, een Pokémon die je misschien niet zo snel zou verwachten, Wailord. Wailord heeft 175 attack, 87 defense, maar wel 347 stamina. Hij heeft dus vooral
heel erg veel HP, kan dus veel klappen hebben en is, als er al een Blissey in de gym zit, dus misschien een goede aanvullende keuze. Ook omdat hij een andere typing heeft en fighting dus niet super effectief op hem is. Op nummer 4, Hariyama. Een Pokémon die wat meer gebalanceerd is als je kijkt naar zijn statistieken. Hij heeft 209 attack, 114 defense en 302 stamina. Dus kan goed klappen hebben, heeft redelijk wat HP, maar dus ook wat attack, waarmee hij dus eventuele aanvallers ook zelf kan uitschakelen. En dat is een eigenschap die soms misschien nog weer wordt onderschat in een Gym Defender. Als je dus al een gym hebt met veel Pokémon die al een hoge defense hebben, denk Blissey, Chansey is een Pokémon die ik trouwens helemaal niet genoemd heb, maar die ook een keuze is, dan kan Hariyama een hele goede toevoeging zijn, zodat er ook wat aanvallende druk vanuit de Gym Defenders is. En dan op nummer 5, de stalen slang Steelix. 148 attack, 272 defense en 181 stamina. Steelix is dus vooral een Pokémon die het ervan moet hebben dat hij een hoge defense heeft, waardoor aanvallen minder schade aanrichten. Een voordeel van Steelix is dus ook weer de attack, waarmee hij dus wel iets van schade aan kan richten. Een mogelijk nadeel aan Steelix, net zoals aan Slaking, is dat ze ook vatbaar zijn voor fighting type charge moves. En fighters worden nou eenmaal veel gebruikt om de Blisseys die toch al in gyms zitten uit te schakelen. Maar al met al heeft Steelix wel een hoge stat pool die dus goed zou zijn om te gebruiken als een Gym Defender. En dat zijn 5 Pokémon die heel goed te gebruiken zijn als Gym Defender. Ik ben ongetwijfeld meerdere Pokémon vergeten om te noemen, dus heb ik Gym Defenders gemist? Drop ze zeer zeker in de comments en laat het weten als jij een verborgen parel hebt gevonden die voor jou heel veel Pokécoins binnenharkt. Zoals altijd, vond je deze video nuttig? Beloon hem dan met een duimpje omhoog, dat helpt de video en het kanaal echt enorm, dat kan ik niet genoeg benadrukken. Ik wil jullie super, super, super hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. En ik wens jullie heel veel succes met het verdedigen van gyms. Wil je direct verder kijken, toppers? Dan kan dat. Er staan 2 video's naast mij. Maak daar vooral gebruik van. Ik was Crazy Koen. Heel graag tot de volgende video. Houdoe!